GCI Unify heeft in het kader van duurzaam milieumanagement de GCI Unify Green Week Convention georganiseerd. Een onderdeel hiervan is het EcoSuur-project dat gisteren is gehouden in de Witte Lotus. Het doel van GCI Unify Green Convention Week is een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs, in de Surinaamse gemeenschap. Volgens GCI Unify president Tiffany Carter-Widjoye is het EcoSuur-project georganiseerd om de jeugd het bewustzijn van het gebruik van recycled materiaal mee te geven. Dan werken wij samen met andere organisaties, zodat wij de jeugd met name ook bewust kunnen maken hoe zij duurzaam kunnen knutselen met van recycled materiaal. Dus vandaag gaan we gezellig knutselen. Er zijn verschillende workshops van de leeftijd vanaf 6 jaar naar boven. En er zijn ook workshops van 12 jaar naar boven. En alle mensen, volwassenen, zijn ook van harte welkom om informatie te verkrijgen over de verschillende organisaties die meedoen. Zodat wij allen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam milieu in Suriname. Stichting Villa Sapakara deed ook mee aan het GCI Unify EcoSuur project. Nicole Reggio-Sentono, vertegenwoordiger van Villa Sapakara, zegt dat zij bekend staan om de vele kunsttentoonstellingen, maar dat de organisatie vanaf 2020 haar cultuureducatie heeft uitgebreid. GCI Unify staat bekend als de Groene Kamer binnen de GCI Suriname vanwege haar duurzaam project De Groene Ambassadeurs, waarbij zij het Green Ambassadors Leerlingenboek en Groene Denkerspel hebben ontworpen om milieubewustzijn te bevorderen binnen de Surinaamse samenleving.